Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de Fanmail met mij. De serie waar ik fanmail openmaak die ik blijkbaar krijg omdat ik fans heb. Want als je geen fans hebt kun je ook geen fanmail krijgen. Kijk, de kropslapposter hangt er. Ja! Ik heb weer een paar pakketjes gehad, zoals dat vaker gaat bij fanmail. Het is ook zo zielig als je komt. Hey, welkom bij een nieuwe fanmail. Vandaag hebben we niks, want ik word steeds minder relevant op YouTube. Alsjeblieft abonneer. Dus, dat. Voor de rest heb ik dit prachtige mes meegenomen. Deze heb ik ooit van mijn vader gehad toen ik 8 was. Best dad ever. Hij ging naar Marokko toe. En als souvenir had hij 2 messen meegenomen in zijn koffer. Dat kan gebeuren. Mijn moeder was er niet zo blij mee, maar hey, hij ruikt echt naar schaap en er zit slangenleer op. What? Dus, ik heb namelijk wat hardnekkige pakjes. Steken! Gewoon doodsteken, joh. Hartstikke mooi. Ik gebruik dit mes overigens niet om mensen dood te steken. Dat is niet mijn doel van dit mes. Dit is gewoon een of andere ritueel slachtingsmes om kinderen hun keel mee door te snijden. Hij is overigens heel erg bot ook. Je bent zelf heel bot. Mooi. Oké, laten we beginnen met deze. Dit is waarschijnlijk de interessantste. De vorige aflevering had ik namelijk opgeroepen. Deeldozen te sturen, waar ik achteraf eigenlijk best wel spijt van had. En als het goed is heb ik geen deeldoos gekregen, maar ik heb wel dit gekregen. Oh! Tassenbuspringels. Ik heb dit gekregen, het is Backdoor Anaalspray. Transparant Pure. Voor mij kan ik het gewoon laten zien, ja dat kan wel. Kijk dan, het is het is Backdoor, dat is eigenlijk de achterdeur. Poepgat. Stel scherp. Hallo? Webcam, kom op, je moet even niet zo bewegen. Misschien als ik hem iets verder weg doe. Ja! Achterdeur anale spray. Dit is fantastisch. Dit is letterlijk fantastisch. Even kijken, waar staat Nederlands? Backdoor anal spray. Het buitengewone anale verzorgingsproduct. Het ondersteunt met hoogwaardig pentanol de elasticiteit van de huid en van het weefsel. En zorgt bij overgevoeligheid voor onbezorgd gevoelsecht genoegen. Gebruiksaanwijzing. 2 tot 4 spraystoten zijn voldoende voor een toepassing. Of voor 1 toepassing. Dus 1 piemooie bips, 2 tot 4 keer spuiten. Om zeker te weten dat u het product kunt verdragen, dient u het eerst op de onderarm te worden getest. Bij een allergische reactie, niet gebruiken. Dat is logisch. Oké, we gaan hem testen ook, verdomme. Ik ga wat backdoor anal spray op mijn handen spuiten. En even kijken of het lekker glijdt. Hoe de fuck gaat dit open? Hoe de fuck gaat dit... Het is niet gemaakt voor mij, dit. Dat zie je maar weer. Dit is het zware gay leven. En dan moet je dit soort producten kopen. Het is heel klein en schattig. Nooit geweten dat een kontspray voor anale seks zo klein en schattig kon zijn. Anal Comfort Spray. Made in Germany. Tuurlijk made in Germany. Maar anders. Oké, hoe werkt dit? Oké. Dit is de Anal Comfort Spray. De enige echte. Ik doe een popje om mijn hand. Ik ben bang. Het komt er niet uit. Oh, nu wel. Oh, god! Mijn hele hand zit onder. Ja, het loopt over mijn hand. Oké. Het is wel lekker glad, hoor. Zo, een beetje zo. Het valt eigenlijk best wel mee. Ik heb niet het gevoel alsof er heel veel extra gladheid is bijgekomen. Mijn handen voelen juist een beetje ruw, alsof er water met zand op zit of zo. Het ruikt wel naar munt. Altijd al gewild dat mijn kont gaat naar munt ruikt nadat iemand zijn piemel erin stopt en alles naar kak ruikt. Dankjewel voor het opsturen van deze spray, kijker. Ik ga hem verder niet gebruiken, dus... Als iemand interesse heeft, alsjeblieft mee om even. Zeg, hé Rick, hoe zit het met die kontspray? Want ik heb een kont en jij hebt de spray. En dan, mag je gewoon 1 keer in je kont nemen met de spray en dan mag je me houden verder. Leek mij wel een tof idee in ieder geval. Zo, zetten we weg. Volgende cadeaupakket is deze. Zoals ik al zei, messen en dolken zijn aangeraden. Eens even kijken, als ik hem nou gewoon door het midden helemaal kapot maak. Als ik hem helemaal kapot maak, dan komt het wel goed. Game nummer 1 is Train Simulator. De droom van, ja, niemand. Niemand is echt vrijwillig van, oh yes, ik ga nu Train Simulator spelen. Toch heel erg bedankt. Next up is Midnight Club 2. Waar Midnight Club 1 gebleven is, weet niemand. Maar deel 2 is nu in mijn bezit. Next up
Wheels of Steel Convoy. Dit zijn de games, dames en heren. Iemand heeft het boekje gestolen. Verdorie. Volgende game is GTA 2. Kijk, dat is nog eens oldschool. Dit is de oldschool, oldschoolheid. Het is GTA 2. Next up. Downtown Run. Ik heb het gevoel alsof iemand houdt van treinen en auto's. Dat kan. En dat mag. Dat kan, want dat mag. Hele dikke game. Het is natuurlijk Colin McRae Rally. Nog nooit van gehoord, maar het is een hele dikke hoes. Past gewoon in mijn bibs als ik genoeg backdoor anal spray gebruik. Verder hebben we hier Need for Speed Porsche 2000. Need for Speed Road Challenge. En Need for Speed Hot Pursuit in één. En zoals ik al zei, iemand houdt van racespellen. Oh god, er zit echt een halve Afrika pakket aan boekjes bij en dingen en... Oh nee, mijn leven. Hoe ga ik dit ooit behandelen, joh? Oh. Hier een paalketting en een armbandje. Je kent het wel, misschien. Maar denk je, Rick, is het nu voorbij? Nee, de hele andere kant bevat ook games. Of zijn het films? Oh, dit is een film. Jay and Silent Bob Strike Back. Dat is, zat eraan te komen. Dead Fish. Tuurlijk. Trouwens, Lighters of PewDiePie in deze film speelt. Kijk hem! Dat is PewDiePie, vind ik. Oké. Wat hebben we nog meer? Hard Truck. Road to Victory. Tuurlijk, nog een racespel. Tuurlijk! En we Wheels of Steel, Pedal to the Metal. Hadden we die net niet ook al? Of was het een andere Wheels of Steel? Zoveel race games. Next up! Hard Truck, 18 Wheels of Steel. Het begint ondertussen een beetje hilarisch te worden. Hoeveel racegames er zijn. Maar natuurlijk! Hard Truck 2, King of the Road. Yes! En, niet te vergeten. De film Rapid Fire. Nooit van gehoord, maar leuk hoor. En, natuurlijk. Jean-Claude Van Damme in Inferno. Dat zijn alle games slash... Dit zijn alle race games slash films. Ik zal even het stapeltje oppakken. What? Zo. Die leg ik even op de grond. En dan trap ik het kapot. Dat is niet waar. Mijn kamer is al zo'n teringzooi. Ik kan dit er eigenlijk niet bij hebben. Zit hier verder nog relevante dingen in? Ik vind het heel leuk als mensen heel veel troep in een envelop gooien. Maar gooi alsjeblieft niet heel veel troep in een envelop. Het is heel irritant voor mij, want ik probeer te laten zien wat erin zit. Op een beetje een overzichtelijke manier. Mijn bureau is al een teringzooi. Op dit soort manieren wil ik gewoon dood. Een cd, genaamd Bijzonder Gewoon. Met muziek, denk ik. Met muziek. En kijk, als je kijkt naar het logo, het is tegelijk naar de kip. Wat suggereert dat wij mensen diep van binnen allemaal kippen zijn. Natuurlijk. Verder zijn dit voor mij van die hoesjes waar je DS-games in kan pompen. Ze zijn alleen wel leeg. Dus deze is leeg. Hier zit 15 cent in. En mijn toppie. En hier ook leeg. Top. Kan ze wel bewaren. Deze dingen zijn best handig. Verder hebben we hier een boekje. Is het? Nee, dat is het niet. Een notepad en er staat een hartje op. Wauw. En dan hebben we hier natuurlijk Colin McRae Rally 2.0. Een of andere soort demo CD, denk ik. Yes! Heel pakje Pokémon kaarten. Nog eventjes los verpakt in een beschermhoesje. Een Ekans, natuurlijk. What the fuck is dit? Vlaardings eigen. Het zijn gedichten. Wie wil een gedicht van mij horen? Niemand? Mooi, komt-ie. Vertrek. De auto snelt door het zwarte bos. Filmstils van bomen slingeren zich langs het glazen doek. Ik wens je elke nacht dezelfde droom. En zet bij opkomende tranen de ruitenwisser aan. Dat was kut! Ik probeer er nog een, ik geef het een kans. Op een onbewoond kookeiland bezweer ik de kou met mijn recepten. Het vuur trekt, de wind blaast door de kieren van mijn raam. Het wil nog maar geen lente worden. Dat rijmt niet eens! What the fuck, Vlaardingen? What the fuck? Als je rijmpjes uitbrengt, ze doen er dan een soort rijmschema in, weet je wel? Ken je dat? Nee, tuurlijk niet. Zo, dat is nog heel erg bedankt voor het opsturen, maar die mensen in Vlaardingen zijn helemaal lijp. Dit is gewoon schattig.
Dat sowieso. Hier hebben we een of andere poster natuurlijk van een of andere mooi boy uit de Girls Magazine. Dat zie je meteen aan het fucking lettertypen. Oh, wie hebben we nou weer voor ons, hoor? Wie hebben we nou weer voor ons? Nick en Simon, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk! Nick en Simon. Oh ja, Kirsten Stewart en Robert Pattinson van The Twilight. Het is dat ik geen aansteker bij hem heb, anders had ik dit in de fik gestoken. Dus dat. Hier staat op Mamma Mia, gewoon een gebrand kopietje van Mamma Mia. The Avengers. En Ted. Voor het geval ik zelf niet weet wat ik moet downloaden, dankjewel. Oké, we hebben hier nog wat notes. Waarschijnlijk zit er nog een briefje bij van... Hé, hey Rick! Geniet van de backdoor anal spray. Oh, wacht, dat was de vorige fanmail. Maakt niet uit. Oh, hier zit alleen bij geweldige game. Ook vind ik Rollercoaster een leuk spel. Telkens als ik je video's zie, word ik weer blij. Vooral nu je de Sims 4 speelt. Daar zat ik op te wachten. In ieder geval, deze brief wordt te lang. Waarschijnlijk moet ik op de voorkant beginnen. Misschien is dat het, hè. Hoi Rick, ik ben Rosita en ik heb een heleboel troep voor je, maar niet alles is troep. Er zitten ook 3 doosjes bij voor DS-spellen en een paar games. Ik wil even zeggen dat ik je awesome vind. Ik speel door jou Plants vs. Zombies. Geweldige game, ook vind ik Rollercoaster een leuk spel. Telkens als ik jouw video's zie, word ik weer blij. Vooral nu je de Sims 4 speelt. Daar zat ik op te wachten. In ieder geval, deze brief wordt te lang, dus ga ik stoppen. Doei! Dankjewel! Dankjewel. Hier hebben we nog iets van tekeningen ofzo. Mijn bureau is nu echt... maximale diteringzooi. Het is een Zubat! Ik ben echt professioneel Pokémon herkenner. Het is een Magnemite! Een Oddish. Dat is waar. Oké, we doen nog een briefje. Dit is alles, denk ik. Ik hoop dat dit alles is, anders dan kunnen we niet meer naar huis. En we gaan nog niet naar huis. Nog lange niet, want er is backdoor anal spray. En dat doet ons alle goed. Oké. We hebben, heel leuk, een visitekaartje vanuit Lorette Mar. Sowieso, als je op vakantie gaat, stuur even een mailtje naar serpentgameplaysite@hotmail.com. Vraag om adres en je mag gewoon een kaartje opsturen, komt ook gewoon in de fanmail. Je mag verder dus ook, als je echt wilt, een pakketje opsturen. Dat wordt gewaardeerd. Niet te veel troep erin, doe het liefst gewoon grappige dingen waar we wat mee kunnen. Weet je, je kan dit erin stoppen. Dit. Zie je dat, dit? Kan ik niks mee. Ik kan het niet behandelen. Als je nou backdoor anal spray erin stopt, dat is iets voor mijn video. Daar kan ik wel mee. Dus, oké. Hoi Rick. Ik zit hier op mijn bed in Spanje. Op een Lord of the Rings boek. Dit awesome kaartje te schrijven en te hopen dat mijn handschrift wat leesbaar is. Het kutding hier is dat er nergens wifi is en ik dus al een week zonder Serpent gameplay zit. En ook dat ik... waarschijnlijk de Serpent Gameplay fanmeeting mis. Dat valt mee. Ach ja, ik heb hier wel een zwembad. En dan een visje met een eenhoorn erbij getekend, ja. Dus ja, ik heb kapot weinig te zeggen en wou nog een postkaart sturen. Ik ga vanaf 1 september alle video's van je kijken. Alle bijna 3000, veel succes daarmee. Sorry, nu wordt het te klein geschreven en kan ik het bijna niet meer lezen. Dat is stom. Ik ben saai. Jij bent awesome. Doei. Kusje knuffel. Mari. Ik ben heel slecht met dat soort namen uitspreken. @Belgserpent. Natuurlijk. De famous Belgserpent heeft mij een kaartje gestuurd. Wat lief, Belgserpent. Wat lief. Oké. Last but not fucking least. Dit doosje. Het voelt echt alsof het doosje leeg is. Maar het is niet leeg. Het is echt iets heel duns in. Alsof iemand in dit hele doosje een kaart heeft gestopt. Oké, ben je er klaar voor? Kijk er. Je ziet, we kunnen gewoon een soort goochelaar. Hij zit erin! We kunnen een soort goochelaar gewoon opeens. Ik snij hier wel even wat open of zo. Dit kan zo af, ja. Ik heb geen idee hoe je dit openmaakt. Het is een heel raar. Uitheems pakket. Het is echt heel raar te openen. Er zit geen opening logica in. Hier zit wel iets met plakband. Als er plakband zit, moet het altijd kapot. Het is echt veel ook weer. Het is makkelijker te open te maken dan het vorige pakketje. Hoop ik. Anders was het echt een hel geweest. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Er zitten heel veel propjes in. Daarom merkte ik er zo weinig van. Dat ken, hè? Dat ken. Het gebeurt soms. En voor mij zit er verder serieus alleen een brief in, of niet? Oké. Oh, kijk. Oh, nee, het valt. Oh, nee. Kijk dan. Iemand heeft een poppetje gemaakt van mijn Minecraft skin. Oh, hij is awesome. Die gaat sowieso op mijn kast met allemaal troepjes.
Maar kun je, is dit van een site of zo, toch? Dan kun je gewoon je skin invullen en dan print hij hem uit en dan moet je hem alleen maar opvouwen. Maar toch, ik vind het super cool. Niemand anders heeft het gestuurd. Je bent origineel, zit het laat weer vallen. Oké, okay, dat dus. En natuurlijk dan nog een brief erbij van, oh Rick, je piemel is zo groot. Waarom is mijn penis minder groot? Wat kan gebeuren natuurlijk. Briefie, ja, dat was hem. Zie je, er zit heel weinig in. Dat is geen probleem hoor. Ik beoordeel je niet op hoeveel post erin zit. Oké. Okay. Oh, privé, Rick, please echt niet voorlezen. Oh shit, daar gaan we dan. Nee, zo ben ik niet. Nee, zo ben ik niet. Of toch wel. Er zit trouwens een klein gaatje in. Waarschijnlijk van een mes. Er zit zelfs een gaatje in de brief, kijk maar. Lol. Oh, er zit ook nog een niet-privé brief bij, wat fijn. Hier zit een lintje bij. Dat ik nummer 1 ben of zo. Nummer 1, beste YouTuber. Voor de rest zit hierop. Hey Rick. Ik heb deze fanmail uitgetypt. Nu kan je eindelijk een keer een fanmail goed lezen. Dank je. Ik hoop dat je je Minecraft poppetje leuk vindt. Want wat ik je ook heb opgestuurd is je Minecraft poppetje in real life. Ik zou het echt super vinden als je hem ergens zou kunnen zetten waar je hem tijdens deze fanmail kan zien. Ik zou het nog fijner vinden als je hem ergens zet waar jij hem kan zien bij alle fanmails. Je kan zien bij alle fanmails, dat is niet echt te doen. Zie je die plank hier achter me? Er staan een paar deelbussen weg te rotten. Die plank ligt in de lengte... Dus dat zie je niet, sorry. Maar ik kijk ernaar. Als er nog kijkers geïnteresseerd zijn naar de link van het maken van je skin. http://pixelpapercraft.com/print/minecraft middelhoogte-character-steve. Wil je ook nog... Wat ik je ook nog heb opgestuurd is een prijs voor slechtste Agar.io-speler ooit. Groetjes, Matteo. Een trouw serpentje. Oh, de slechtste Agar.io-speler ooit. Dankjewel! Ik zal hem dragen met trots. Ah ja, laat nog een beetje plakken ook. Dankjewel, kijk voor deze aflevering van de fanmail! Ook vond je hem leuk! En als je hem niet leuk vond, fuck you! Dankjewel, kijk voor deze aflevering van de fanmail. Ik ga even een Marokkaans mes op mijn keel insteken. Dankjewel voor het kijken! Doe een duimpje omhoog! Stuur zeker mails naar serpentgameplaysite.com als je ook mee wil doen in de fanmail. Want dat is leuk! Dankjewel voor het kijken! Doei! Bedankt voor het kijken, dat maakte mij zo blij. Bedankt voor het reageren, ook dat maakt me heel blij. En bedankt ook voor het liken, ja la 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 la. Ja la 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 la. Blijf kijken, niet zeiken, dat lijkt me een goed plan, ja.